allemaal programma's die moeten bijdragen aan de verdere verlichting van de noden van de samenleving. Je moest dit doen, het macro-economisch programma. Je moest ook herstel doen. Die maatregelen waren noodzakelijk. We hebben gestabiliseerd, maar nu is het tijd om terug te geven aan de samenleving. Meermalen heeft de president in de mond genomen dat het volk in de afgelopen 4 jaren heel veel heeft moeten inleveren. En afgelopen jaar zou het jaar zijn in het teken van het teruggeven aan de samenleving. Maar we hebben al zodanig niks meer daarover gehoord, althans niet in voldoende mate. En zo zouden we door kunnen. Al met al moeten we zeggen dat de jaarrede ons niet heeft geïmponeerd. Het is een laatste jaarrede van deze regering, omdat de eerstvolgende jaarrede na de verkiezing zal komen. En wij verwachten een nieuw kabinet. Want u merkt zelf dat de president, als we een vergelijking maken van de eerste jaarrede, had hij vaak in de mond genomen de regering Santokki-Brunswijk. Ik weet niet of u hem betrapt hebt bij deze jaarrede, dat hij de naam Brunswijk nagenoeg niet in de mond heeft genomen. Hij heeft over zijn kabinet. Wij gaan ervan uit dat dit de laatste jaarrede is van de huidige president. Weet u al wie die volgende president gaat zijn? Dat weten we niet. Dat hangt helemaal af van het volk. We respecteren elke uitslag van het volk. Het volk heeft een belangrijke keuze te maken. Heel belangrijk. Men moet het niet onderschatten. Een keuze van de Abibek No is een keuze voor de toekomst. Voor je kinderen, je kleinkinderen, je achterkleinkinderen. Omdat een verkeerde keuze is de laatste kans die we hebben met die FID. Een verkeerde keuze betekent dat we verder achteruit gaan met alle misère die we hier meemaken. Maar een goede keuze kan betekenen dat zelfs onze achterkleinkinderen een goed leven kunnen hebben. Ik ben er overtuigd dat de volgende jaarrede hier in het parlement, vermoedelijk aan de overkant in het nieuw gebouw, ook zal worden gehouden door de heer Santokki en ook als president van het land. De VHP gaat sterk uit de bus komen. Wij zijn een partij met een bepaalde karakter. Wij zijn een partij van een bepaalde allure. We komen uit een bepaalde huizen. En vanaf ons bestaan hebben wij ons altijd gefocust op het algemeen belang. We hebben ons gefocust op Suriname. We hebben ons gefocust op iedereen in het land. En we hebben ons erop gefocust dat wij samen dit land tot ontwikkeling kunnen en moeten brengen. En ik denk dat dat de credits zijn van die samenleving. Wij moeten dat goed kunnen vertalen naar de mensen toe, goed kunnen uitleggen. Er zijn ook andere politieke partijen in de race. Toch? Zeker met de FID wil iedereen in het bestuurscentrum komen om te helpen bepalen. Maar ik denk dat de VHP grote kansen maakt om terug te komen en op zijn minst met 26 zetels. En dat geeft zeker de mogelijkheid dat meneer Santokki weer president wordt van het land. Het zal niet dezelfde president zijn. Dan heb ik het niet over persoon. Als je de kans krijgt om nog verder te werken, dan ben je weer dan ben je misschien wat ervaringrijker, dan ben je keuzesrijker. Dus in ieder geval zal het niet een anodas revis maar zou teka kondre. We hoop dat als maar teka kondre abra, taka teke in een lobbygi a people, lobbygi ala seifa kondre, en atigi ala seifa kondre, en gimifa seifo mee, en dat is meneer Ronnie Brunswijk. En daarvoor werken we elke dag om de samenleving te overtuigen. Deze man stelt zich dienstbaar op om het te doen, en we stellen zijn werk op prijs. Ik wil ondersteunen aan Rokko van Maan, ik kan maar en Gomorofara. En dat is hem. En we hebben zelf gezien dat we een regering hebben, ja, van rivalen. Ja, de verdeeldheid in de regering, ja, is niet onder woorden te brengen. Tot voor kort was het de vicepresident die erover had dat mee hoor kauteren. Recentelijk heeft hij gezegd, ik word onder druk gezet door deze president. En ik weet niet of je die manifestaties van de ABOP-volk, een van de coalitiepartners, dat men nooit vanuit een podium één wapenfeit van deze regering heeft aangehaald. Ja toch? Dus wat in het regeerakkoord stond als belangrijk uitgangspunt, ja, wederzijds respect, ja toch? Eenheid
van leiderschap, eenheid van bestuur, ja, en leiding en beleid, dat we dat nagenoeg is het niet zichtbaar, het is niet meetbaar, het is niet voelbaar, het is ook niet kwantificeerbaar. Ja? Dus nogmaals, ik denk dat en VHP en de ABOP als de twee coalitiepartners, dat beide spijt ervan hebben, ja, dat ze de coalitie vormen. En dat zijn van die zaken die maken dat wij zeggen dat zo'n regering nooit meer, ja, voor het zeggen moet hebben in Suriname. In feite moeten we praten over een coalitiecrisis. Wie gaat de eerstvolgende jaarrede houden, denkt u? Ach, laten we niet vooruitlopen. Laten we op de verkiezingen wachten. En na de verkiezingsuitslag, dan wachten we met elkaar de formatie van de regering. Dat is zo nog. Ik kan het nog niet overzien. Ja, toch? Is koffie te kijken. En ik durf niet eens een poging te wagen in welke richting dan ook. Iedereen heeft een wens. Ja, toch? Zoals wij hebben ook een wens. Als de Nationale Democratische Partij. Andere partijen zullen dat ook zeker hebben. Dat verwacht ik ook. Alle partijen. Laten we even wachten. Was dit uw laatste jaarrede? Voor deze regeerperiode. Voor deze periode is het constitutioneel de laatste. En wij gaan nogmaals heel hard werken om te zorgen dat er continuïteit is en van bestuur. En ik heb de overtuiging dat als we op deze wijze doorgaan, dat we inderdaad nog meerdere toespraken, nog meerdere jaarredes nog zullen hebben. Ook na 25 mei 2025. Dank u wel.